De wereld van bronbemalingswerken is de laatste jaren steeds strenger gereglementeerd. Deze werken kunnen enkel nog uitgevoerd worden door Vlarel erkende bedrijven en deze dienen aan verschillende voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden moeten de hinder naar omgeving en milieu zoveel mogelijk beperken. Maar hoe? Daarvoor bezoeken we Smeijers, die reeds jaren de rol opneemt van innovatieve partner voor al zijn klanten. De firma Smeijers is een gespecialiseerd onderaannemingsbedrijf, actief in de bouwsector. Wij zijn gespecialiseerd in het verlagen van grondwater voor het droogzitten van de bouwputten. Wij gebruiken daarvoor alle bestaande bemalingstechnieken, zodanig dat onze klanten altijd hun werken in een droge bouwput kunnen uitvoeren. Wel, zoals gezegd, er worden veel bijkomende verplichtingen opgelegd aan het uitvoeren van bronbemalingswerken, waarbij het eigenlijk de doelstelling is van de Vlaamse overheid om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen. Dus daar hebben wij verschillende oplossingen voor uitgewerkt, zoals het beperken van de afpompdiepte van de bemalingen door het aanbrengen van automatische sturingen of frequentiesturingen van de pompen. Ook door het opgepompte water te infiltreren indien de ondergrond er zich toelaat. Of het water verder pompen om het te lozen in openbare waterlopen. Wij hebben daarvoor zelfs pompstations ontwikkeld waarbij we het grondwater tot meer dan een kilometer ver kunnen verpompen. Maar het beste is eigenlijk het water ter plekke oppompen en terug met diepe retourputten in de ondergrond infiltreren. En dat is eigenlijk ook onze topspecialiteit. Verder wil ook de overheid dat er maximaal gebruik kan gemaakt worden van het opgepompte grondwater. En daarvoor hebben wij eigenlijk speciale buffercontainers ontwikkeld, zodanig dat mensen die geïnteresseerd zijn in de afname van bronbemalingswater, daar altijd bronbemalingswater kunnen afnemen. De wereld van de bronbemaling kent de laatste jaren een sterke evolutie op het vlak van reglementering. En dat brengt vele uitdagingen met zich mee, waardoor Smeijers nog meer inzet op de ontwikkeling van duurzame technieken en innovatieve systemen. Op de werf in Knokken maakt Smeijers gebruik van zijn meest recente innovaties op het gebied van retourbemaling, wat hen tot experts maakt op het gebied van grondwaterinjectie. Wel, hier op de werf wordt in hoofdzaak gebruik gemaakt van dieptebronnen in combinatie met retourbronnen. Dus hierbij capteren wij het water uit de diepere ondergrond, dat voornamelijk zoutwater is. Dit wordt dan via persleidingen naar onze retourbronnen gestuurd. Dit wordt uitgevoerd in combinatie met diepdrainages, waarmee we het zoute water van het zoete water proberen te scheiden en het zoete water afskimmen van de bovenlaag. En dit wordt op het oppervlaktewater geloosd. Omwille van de vergunningsaanvraag werden er al veel door bouwheren studies op voorhand gemaakt, waarvan ik zeg dat het eigenlijk altijd niet optimaal is, zal ik zeggen. Door het feit dat we een eigen studiedienst hebben, kunnen wij die ontwerpen optimaliseren, zelfs verbeteren of kunnen zelfs totaal nieuwe studies maken. En door het feit dat wij eigenlijk zowel de studie als de uitvoering in één hand hebben, ja, biedt dat alleen maar veel voordelen voor de uiteindelijke klant. Firma Smeijers is natuurlijk nog een sterk groeiend bedrijf en om onze groei te ondersteunen hebben wij beslist om nog te investeren in twee bijkomende boormachines. Een eerste boormachine is een filterboormachine. Wij hebben daarvoor geopteerd voor een machine met een telescopische mast en uitgerust met een zware boorkop, waardoor wij in zeer zware gronden toch aan een hoog rendement filters kunnen plaatsen. Bijkomend biedt die oplossing nog het voordeel dat wij doorheen de boorstang filters kunnen plaatsen, wat eigenlijk garandeert dat de filter eigenlijk altijd op de goede diepte wordt geplaatst. Verder is het zo dat wij buiten de bronbemaling ook nog wel een sterke groei verwachten in de discipline van de geothermie en daarom hebben wij beslist om ook te investeren in een nieuwe complete boorset, een nieuwe boorset voor in de geothermieboringen te gaan. Wij zullen dan ook tegen eind juli, begin augustus beschikken over een nieuwe boormachine, een complete nieuwe boorset met een stangentrein tot 160 meter, waarmee we dus ook geothermieprojecten in de toekomst gaan kunnen aan onze klanten aanbieden. Voor ons is dat een volledig nieuwe techniek, maar we kijken daar met veel vertrouwen naartoe. Dankzij de constante groei van ons bedrijf zijn wij altijd op zoek naar nieuwe medewerkers uiteraard. Mensen met een technische achtergrond komen bij ons in de picture om zich kandidaat te stellen. Minimaal in het bezit van een rijbewijs B, met voorkeur C of CE rijbewijs. Een diploma is echter van achtergesteld belang. Wij bieden de mensen die dat de juiste motivatie en drive voor de dag kunnen leggen altijd een kans. Wij investeren daarom ook continu in opleidingen, zowel op individueel als gezamenlijk vlak, zodat iedereen van onze medewerkers zich continu kan blijven evolueren.